dat we ineens allemaal pijn kregen. Oh, fietspijn. Ze dachten, jeez, worden we nou gewoon ineens heel oud? Sinds een half jaartje heb ik gezellig de opvliegers erbij. Ik had een periode dat ik 5 nachtponnen per nacht nodig had omdat alles nat was. Ja, en toen ben ik 's nachts om 3:30 in het zwembadje gaan zitten. Goed idee. Vanwege de opvliegen. Man, ik heb eens een keer 3 maanden elke nacht niet geslapen. Dat was heftig. Dat was heftig en daar heb ik gelukkig geen last meer van. Ik heb wel eens klachten van mijn man dat ik het raam veel te ver openzet terwijl hij dan onder 3 lagen ligt en ik zeg van... Je verliest je taille. Buik. 70-80% van de vrouwen met overgangsklachten heeft last van de bekende opvliegers. Dus dat is echt dat je ineens heel erg warm wordt. En soms word je echt, krijg je een hoofd als een tomaat en drupt het van je voorhoofd af, letterlijk. Of dat je 's nachts echt je bed uitdrijft. Dat is deken op, deken af, pyjama uit, pyjama aan. Wat minder bekende overgangsklachten zijn bijvoorbeeld de spier- en gewrichtsklachten. Die merk je vaak doordat het symmetrisch is, dat je last van je polsen hebt, je knieën. Echt dat je 's ochtends op start moet komen. Dat we ineens allemaal pijn kregen. Oh, fietspijn. Ze dachten, jeez, worden we nou gewoon ineens heel oud? Wat is dit? Vraag je naar de droogheid. Ieuw. Ja. Gebeurt ook. Kijk, weet je, zolang je in die startende overgang bent, heb je natuurlijk nog regelmatig ijssprongen. En kom je dan wat verder in de overgang, ja, pas dan zie je eigenlijk vaak dat de menstruatie ook onregelmatig wordt. En dat die in het begin vooral heftiger wordt. En dan heb ik het echt over brokken bloed die je verliest, zoals na zwangerschap. Tot en met uiteindelijk dat die steeds minder wordt en steeds minder vaak gaat komen. Je wordt onzekerder over je lichaam. Je lichaam verandert ook. Je vetverhouding verandert. Dus dat je van die dunnere beentjes krijgt en meer dat maagje. En het is nu ook een hele tijd van dat iedereen zichzelf maar laat zien op social media. Iedereen ziet er even mooi uit. Ja. En dan denk je van, oh ja, ik kan, dat moet ik eigenlijk ook. Zo hoor ik te zijn en ik moet strak zijn. En ik moet... Nee, het gaat toch om mijn innerlijke vitaliteit. Daar gaat het over. Mijn levensgeluk komt van binnen. Het zit niet alleen maar hier. Maar ik denk wel dat je het ziet. Ik zit steeds beter in mijn vel en dat zie ik aan mezelf. Dus zij wordt ouder en eigenlijk knapper, leuker, precies. Wijzer, dank je. Interessanter. Dank je. Dus je moet even door die overgang heen. Maar als je het aanpakt, dan word je uiteindelijk een mooie, wijze, oude vrouw.